Het bouwen van praktijklokalen heeft pas toegevoegde waarde wanneer er ook een goed beheers-, onderhouds- en veiligheidsplan in orde is. Zaken die vooral nodig zijn om diefstal te voorkomen. Ondanks deze waarschuwing is het president Chandrika Prasad Santokhi ter oren gekomen dat op een van de scholen waar er eerder praktijklokalen zijn geopend, er diefstallen zijn gepleegd. Het staatshol sprak gisteren bij de opening van 3 praktijklokalen en 6 lokalen van de Surinaamse Technische School 3 aan de Kankantristraat. De lokalen zijn speciaal voor de studierichtingen werktuigbouwkunde, lassen en gawasa en zijn ingericht met kwaliteitsequipment. Vooral de leerlingen van werktuigbouwkunde moesten naar andere scholen om daar de praktijklessen te volgen. Het openen van praktijklokalen is de trend voor het nieuwe beleid, zegt Santokhi. Namelijk veel meer investeren in technische studierichtingen. Want dat is onze toekomst. Het is vervelend. Dat je miljoenen investeert, het wordt gefinancierd door de Islamic Bank. Bedankt de Islamic Bank voor die ondersteuning, de technische bijstand, de financiële bijstand. Maar dit kan niet. Dat wij als Surinamers alles doen om het land te ontwikkelen. Dure apparatuur brengen, moderne apparatuur brengen. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur doet een oproep aan het onderwijsveld om het evenwicht terug te brengen. Er zijn te veel vrouwen in het onderwijs, zegt Levens. En ik voel me gesterkt door ze, maar pas op dat we niet te sterk worden. Dus helpt u me om dat evenwicht terug te brengen. 70% van de studenten op de universiteit is vrouw en 30% is man aan de carrière. Dus laten we ons best doen om dat evenwicht terug te brengen. Want ik heb in de vrouwenbeweging gezeten en ik heb gevochten voor rechten van de vrouw, maar ik heb nooit bedoeld Kote Kasa over. Maar het is wel prettig om op de school te zien dat de vrouwen ook in de technische richting gaan. We hebben in elk geval gezorgd dat wat u aflevert straks gecertificeerd is. Dat is een goede zaak. Heel gauw gaan we dat standaardbureau openen om te zorgen dat onze opleidingen gecertificeerd zijn. De school heeft naar zeggen van STS3-directeur Rodriguez een dringende behoefte aan de renovatie van diverse gebouwen op het terrein. Als ook de bouw van 2 toilettengroepen en een fietsenhok. De opening van praktijklokalen door de regering heeft eerder al plaatsgevonden in Kommerwijnen, Wanica, Saramaka en Ikeri.